vanavond opent hier op de unit Interieur Design en Architectuur de eindejaarstentoonstelling. Dat wil zeggen dat alle maquettes, ontwerpen, meubels, objecten getoond worden van het afgelopen academiejaar, het hele weekend lang. Ik en twee andere studenten hebben dit speelkabinet ontworpen, de Four Kind, voor kansarme gezinnen in Mechelen en dan specifiek er voor de kinderen om hen voor te bereiden op de basisschool. Als eindwerk heb ik Straat van Kwetkoes bedacht, een schoolklaartje uit de Longo gemaakt met eikvineer. Ik heb eikvineer gelasercut, vervolgens uit elkaar getrokken, geëxtrudeerd om zo holle sculpturale objecten te bekomen zonder afvalproductie. Ik wou eigenlijk een meubel maken dat te maken had met krachtenwerking, structuur en het eerlijk tonen daarvan. Ik wou ook dat het eigenlijk interactie had met de gebruiker. Dus eigenlijk de krachtenwerking, dus de drukkracht dat de zittende persoon eigenlijk uitoefent, zorgt voor die interactie. En dus voordat je gaat zitten, lijkt het eigenlijk op een object. En pas vanaf als je gaat zitten, dus pas vanaf dat er actie is, is het eigenlijk een meubel.